Ano na? Lexi and Jean! Hoe gaat het met jullie? Ik zit op mijn bed. Ik ben blij. Ik ben nerveus. Omdat we hele mooie plannen hebben. Ik word al emotioneel als ik eraan denk. Ik ben aan het inpakken. Ik ben bezig met de koffers. Want morgen gaan we naar Suriname. Yay. Ik ben zo blij. Ik ben... Zo opgelucht. Omdat het al vijf jaar geleden is dat ik voor het laatst in Suriname ben gegaan. En ik heb mijn familie heel lang niet gezien. Ik heb de meeste van mijn familieleden al 8 jaar niet gezien. Al sinds ik terug ben gekeerd van Suriname. Toen ik in 2018 was geweest, heb ik niet de gelegenheid gehad om iedereen te kunnen zien. En in de jaren daarna is mijn zoontje geboren. En heb ik ook geen gelegenheid gehad om weer naar Suriname te gaan. Ik wil wel gaan filmen. Ik wil zoveel mogelijk mooie beelden vastleggen. En mijn familie weet niet dat ik kom. Ze weten niet dat ik kom. Of één nicht van me weet dat ik kom. Twee vriendinnen van me weten dat ik kom. Maar voor de rest weet eigenlijk niemand dat ik kom. Dus het is ook nog eens een mooie verrassing. Dat ze na lang weer mijn dochtertje zullen zien. De laatste keer dat ze haar gezien hebben was ze 4 jaar. En nu is ze 9. En natuurlijk dat ze kennis mogen maken met Jackson. Ze hebben Jackson natuurlijk op foto's gezien en op filmpjes. Maar ze hebben Jackson nog niet in het echt meegemaakt. En voor Jackson zal het ook de eerste keer zijn dat hij dan in Suriname zal zijn. Allah laat hem ja, Shakir. Dat je weer naar Suriname gaat. Ja. Dan ben je geboren, hè? Ja. Mia vindt het super speciaal dat ze terug gaat naar het land waar ze geboren is. Ze vertelt iedereen dat ze daar geboren is. Voor mij is het een hele lange rit. Laat staan voor een kind. Ik heb ze ook gedaan voor Mia.
Voor u komen brengen. Ja. Wat zie ik hier? Wat zie ik hier? In mijn douche. Wat een verrassing. Waar is die jongen? Die jongen. Zo. En Mia. Mia. Ja. Ken je oma? Dat is een heel klein beetje nog, hè? Savavelu,
ça va, 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 ça va